Strijders, welkom bij een nieuwe Top 100 Talent video met Jari hier naast mij. Dit is het shirt dat Jari van mij krijgt. Lekker, dit is een beetje te grote maat denk ik. Misschien moet ik even een goede maat naar je opsturen. Jullie kunnen dit shirt ook winnen. Je kunt hem bestellen zelf op 100voetbal.nl. Linkje ervan staat in de beschrijving. Maar je kunt hem ook winnen. Het enige wat je moet doen is geabonneerd zijn en laten weten waarom je dit shirt zou willen winnen. En wie weet, meer gelukkiger. Hallo, ik ben Jari van Balen, 22 jaar. Ik kom uit Gorinchem. Dat is de eerste keer Weekend League, in FIFA 19, FIFA 17 heb ik hem al een keer gehaald. Hoe ging mijn weekend? Mijn weekend ging goed, ik ging 15-0. Toen kwam ik tegen een Elite speler, Elite 1 speler. Die verloor ik, kansloos ook. En daarna moest ik nog alle potjes in principe winnen. Je wist, je bent er bijna, je hoeft in principe nog een paar te winnen. Bij mij was het, ik ging heel anders spelen. Ik ging in één keer voorzetten doen of ik ging in één keer achteruit voetballen. En toen kwam ik nog in de problemen, maar uiteindelijk heb ik ze gelukkig gewonnen. Ik voelde me echt lekker daardoor. Mijn beste speler, dat was denk ik, ja ik heb een aanval. En die scoren allemaal, dus die geven assist op elkaar, scoren allemaal. Maar ik denk toch wel Kai Havertz, dat is toch wel de man die kan schieten. 5-star weekfoot en ja, die kan ook koppen, dus dat is wel echt een mannetje. Oké, Jari, welkom jongen. Ja, dankjewel. Eerste keer top 100 van dit jaar. Ja. Geeft de burger weer moed, hè? Ja. Je moet nooit opgeven, altijd door blijven rammen. Echt heel sterk. Ik ben wel benieuwd naar die droomvoorhoede van jou. Dus ik zou zeggen, laat hem meteen even zien. Deze vier voorin. En dan heb je Cristiano waar? Die staat rechts buiten en Havertz links buiten. Ah, oké. Je hebt echt gewoon heel sterke spelers. Ik denk dat er bijna geen upgrade meer mogelijk is, of wel? En mijn bank. Je keeper zei inderdaad, je bank is zo... Die Pepe, heel eerlijk, die is zo goed. Bizar. Die is niet normaal goed. Nee, maar ik dacht eerst, ik had hem op mijn bank zitten, ik dacht nou, dat gaat invallen. Maar toen zag ik laatst pas van, hé, hij koopt ook best veel. Maar hij is 1,83, zoiets. Ja, voor koppen weet ik niet, want daar gebruik ik het niet voor. Maar hij is een schot, jongen. Ja, hij heeft 96 finishing, 99 shot power. Die gast ramt alles vol tegen de touw, hoor. Dat is bizar. 89 Mbappé, heb je nog even lekker buiten de selectie gelaten. Ja, die heb ik, wat was het? Ja, die moet je al lang hebben, denk ik. Die heb ik al heel lang, 950 wedstrijden. Ja, dit is die upgrade heeft gehad. Is dit niet ook eerste week FIFA? Dat kan zomaar zijn, ja. Dat denk ik, want... Ja, hij heeft zelf een upgrade gehad toen, hè. Daarom. Dus hij is 88 geweest. Ja, dat is, en dat is de eerste, volgens mij. Ja, denk ik wel. Ja, vet man. Mooie ploeg. Ja, er valt bijna niet echt nog op een specifieke speler in te gaan, want je hebt gewoon echt de bekende spelers. Upgraden bijvoorbeeld, een Ronaldo kan je upgraden. Een Giorgio kan in principe ook wel... kan ook wel weg. Ja. Die kan weg, zei je dat? Want die kan geüpgrade worden. Ja, beide eigenlijk. Zo! Huh? Wat een geld joh! Ja. En je record is goed man trouwens. Echt weinig nederlaag hoor. 6 bier graag. Nou, 52ste ja, net daar buiten. Oh. Echt, ik was gewoon blij natuurlijk, top 100. Ja. En toen zei een maat van mij van maandag 52ste. Oh, net niet onder die 50 natuurlijk, dan heb je een extra. Ja, nee, daarom. Echt man, het is toch super mooi om te zien. Dat moet je een trots gevoel geven, dat je nou dat logo ziet. Oké, ja, ga je gang. Ik doe een pak lekker bakje. Ja, zo allemaal eentje doen. Je hebt trouwens vrienden meegenomen, moeten ze nog even voorstellen. Eentje zit achter in beeld, een beetje... Ja, dat is het broertje van een goede vriend van me. Die wil graag mee, dus... Toch? Hij is geen goede vriend van je. Jawel, ja. Dat klinkt een beetje lullig misschien toch, maar... Nee, we zitten ook vaak in een party en zie je weekend League te doen, join allemaal mensen. Zie je in één keer met 6 mensen in de party. Ik zou me echt niet kunnen concentreren. Ja, nou, maar dat kan ik ook niet. En ook weer gek. Ja. We gaan 4 players. Alle Team of Seasons kunnen erin zitten, volgens mij. Oh. Ja, is leuk, maar die heb ik al. Ja, 93 maal dan, hè? Ja, tuurlijk. Komt-ie! Die zie ik zo vaak voorbij komen, jongen. Nee, hij is niet goed. Ga je toch niet gebruiken, man. Neymar, hè? Oh, dat zou een lekkere zijn. Van Persie! Die doen we niet. Ja, die neem ik wel voor een andere vriend, voor JP. Moeten we hem nemen, anders wordt hij gek, dat weet ik niet wel. Nee, ja, Tim, hij is ook 94, dus waarom zijn 94? Hij schijnt op zich ook nog wel goed te zijn ook. Op zich is het niet slecht tot nu toe hoor. Nee, op zich niet. Misschien kan je, hij zegt, Johan Cruijff misschien niet meemaken. Cruijff, 95. Ik heb gehoord, of die Donnarumma, als ik tegen hem speel, is niet normaal. Ik heb hem ook. Doe met Cellini. Giorgio. Oké dan, nou, waren ze al. Snel heen gefietst. Jawel, op zich. Ik heb er niet veel aan, maar ik kan hem misschien een SBC'tje of zo mee maken. Op zich 94 gemiddeld is niet slecht. En je had toch Sala eigenlijk? Oh ja, Sala. Ja, sorry, jammer. Dit moet hem worden voor je. 300k pakketten en natuurlijk die 11. Team of the Seasons. Rondje maken? Prima, ik begin met deze. Jij begint. Heel goed. En je mag ze allemaal zelf doen, jij bent de baas. Holcoach. Doe maar. Hey. Het zou leuk zijn als je wat... Nou, hey. Oh. Ik dacht heel even jongens. Kijk eens, hij is zelf heel blij dus. Dat is mooi. Hij is heel blij. Ja, dat is mooi. Kijk. Lang in het vliegtuig gezeten. Maar je 100k pack? Ja, nee, dit is prima. Oh, hallo. Ja, maar die is niet veel waard. Ik vind helemaal niks meer wat waard. Nee, ik zweer het. Waarschijnlijk kun je die Cruijff ook voor 1 miljoen ophalen. Op dit moment. Echt, alles is gekelderd ineens. Dan moeten we dat wel even doen. Gaan we? Ja, natuurlijk. Walkout nummer 2, weer een blauwe. Doe maar weer een Braziliaanse vlag dan. Oh, verrat hij zelf weer. Ja, ja. Dat zou ook een 50k zijn dan het niet. Ik ben bang voor ja. Die op turn zitten. Hey, joh eens. Kijk, als je zo kijkt naar die bijna, dan denk je, hey, joh eens. Ik denk van, het moet minimaal 2 ton zijn, maar nee. Ja, ik doe die laatste. Lekker. Sowieso. Een neuspack. Een neuspackie en weer een walkout. Dit is gewoon gegarandeerde walkout op dit moment. En ook blauw. Kijk. Ik denk dat ze er iets met die packs maar deze is volgens mij nog betere discard waard. Doe niet. Kijk. Alles waar. Van de Bek. Van de Bek. We hadden het nog over hem, hè? Ja. Zou hij naar Real Madrid gaan? Wat denken jullie? Laat het even weten in de comments. Ja of nee? Gaan we lastig worden voor hem dan? Oh man. Ik heb het middenveld dat ze daar nog hebben, hè? Ja. Verder geen heel bijzonder pakket in. Ah, lekker neuspekkie hoor. Ja. Klasse, maar het gaat natuurlijk allemaal om dat laatste pakketje nu. Poeh. Ja, het kan ook zo slecht zijn. Hoe is je geluk een beetje normaal gesproken hier? Maar dat weet je natuurlijk niet, want je hebt nog nooit de ronde maar in de zin van... Ja, met bedoel je met Elite werd het meestal al wisselend. Af en toe wat leuks, af en toe niet. Ja, nooit echt, ik denk van wow, wat is dit? Ja, het laatst. Toen Mbappé. Toen was hij nog 3,6. Team of the season ook? Ja, ja, ik zat met zijn broer in een party. Hij was ook Elite, dus eerst bij hem in Shareplay. Wie pakt die Mbappé? Ja, dat is... Ik dacht, shit. En dan krijg je zo'n gevoel van, oh, dat wil ik ook, weet je. Ja, dan krijg je toch zo'n gevoel en een minuut later open ik hem. Ook Mbappé. Ja, dat is... Nou, hopen dat het hetzelfde is. Dat pak je door zeggen. Ja. Draai je om zelf, wat ga je doen? Ik weet niet, maar ik ga omdraaien, anders ga ik kijken. Dat mag ook voor mij. Hij draait zich gewoon om. Ja, anders ga ik kijken. Oké, we gaan klikken voor Jari. Yes. De echte Ajax-ziet. Zit er iets Ajax-gerelateerds tussen of is het gewoon echt een knijterlijpspeler? Neymar wil je nog graag. De borden gaan nu open, de blauwe rand is goed gevuld. Daar staat hij. Het ga je niet menen. Nee joh. Het is gewoon voor de derde keer die kleine rat. Salah? Nee! Ja, was het maar Salah. Ja, voor de derde keer. Hoe dan? Ik weet niet. Oh nee, kom. Dit is niet... 94 zelfs. Ja, dat is niet goed hè. Daar gaat niks achter zitten. Nee, daar gaat niks achter zitten. Oh, weer die verratten jongen. Wat is dat voor iets man? Het is heel slecht. Ja, dit is op dit moment niks meer. Ze hebben die Demirbay was eerst veel waard en die Gnabry ook, maar dit is echt niks meer man. Kanaal is nog wel wat op. Ja, niks is er meer wat waard. Nee, dit is niks. Minder dan een ton, zie je? Maar alles is heel erg gekomen. Nee, dat is sowieso. Ja, maar ja. Hij hoopt gewoon een vette speler nog. Ja. Oh, ja. Deze man is nu altijd. Het is echt niet te geloven. Ja, dat is niet normaal. Ik krijg die schoels ook altijd. Verschrikkelijk. Dit is niet waar je het normaal gesproken voor doet. Maar, nee. Maar ja, top 100. Je hebt het toch gehaald, daar mag je trots op zijn sowieso. Daarom. 25 vaker halen? Daar gaan we wel vanuit. Maar het gaat dus moeilijk worden, dat sowieso. Ja, dat zeker. Ik geef deze aan jou, jij mag bepalen wat ermee gebeurt. Waar kunnen mensen jou volgen, dat is nog even belangrijk? Kan op Insta, JariVB10. Of wil je niet dat ze je volgen? Jawel, mag. Ja, ik doe er niet heel veel mee, dus weet je, ja, ze mogen me altijd volgen. Maar ik doe er niet heel veel mee. In elk geval boven in de beschrijving, dat sowieso. Dat is top. Ik wil jou bedanken voor je komst. Nou ja, ik ben benieuwd. Je kan sowieso nog Cruijff halen ofzo. Ja, daar gaan we. Die moeten wel even gaan komen, denk ik. Ja. Goed, heel veel succes daarmee. Jullie bedankt voor de komst allemaal. En jullie bedankt voor het kijken. Wat gaan we nog doen de komende tijd? Ik weet het niet zo goed. Want FIFA 9 is nu echt wel een beetje klaar. Je ziet het aan de rating van de spelers, aan de prijzen. Maar we gaan nog wel wat leuke video's maken. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios. Ciao. Oeh, is niet veel hè?